Buiten de grenzen. Dat is het thema van Beaufort 2015. En Beaufort, dat is dat kunstproject dat in de zomer al jaren over de Vlaamse duinen en stranden waait. Ook nu weer zal u over de hele kustlijn en zelfs in Frankrijk en Nederland kunst ontmoeten van 30 individuele kunstenaars en van een heus kunstenaarscollectief dat nog vernieuwende dingen gaat doen. Onze man ging nietsvermoedend de hond uitlaten op het strand met West-Vlaams cineast en cabaretier Lieven de Brouwer. Goedemiddag. Dag. Ik ben Lieven de Brouwer. Oh, ik heb het al te naam, meisje. Ja, is niet erg, ja. Oké. Je bent nog volop bezig, zie ik. Ja, ja, ik moet alle potjes vullen. Ja. En kleurtjes mengen. En hoe kiest u dan die kleuren? Want ik zie hier uw kleurenpalet liggen, hè? Ja, ja, groen, groen, groen. Ja. Nou, ik heb gedacht, toen ik iets ontwierp, omdat dit natuurlijk een oorlogsmuseum is, dacht ik, wat ga ik doen? Het idee van camouflage, dat kwam natuurlijk naar voren. Dus eerst dacht ik groen en bruin. Maar het werd zo somber en ik dacht, nou, dan wordt het dadelijk toch een soort legertint. Dus daarom heb ik het groen wat feller gemaakt. En het is dus geen legergroen. En nu moeten we daar ook nog het dak op, hè? Oh ja, het dak wordt ook nog beschilderd. Het dak wordt ook beschilderd, ja. Wat een monnikenwerk, ja. En dan denk je dan, het is gewoon een huis beschilderen met ruitjes? Nee, dat gaat wel langzaam, hoor. Het is complexer dan het lijkt, hè? Houtskooltekening. Ja, ik dacht dat het geschilderd was. Ik dacht dat het verf was. Reden te meer om het fascinerend te vinden, hè? Linus van de Velde heeft het gemaakt zoals hij zijn meeste werken maakt, als ik me niet vergis, op basis van een foto die hij zelf regisseert. Hij maakt een fotoshoot en dan gaat hij die foto gebruiken als basis om daar een schilderij van te maken. Je ziet eigenlijk een man in de wildernis, dus hij haalt een heel klein dingetje uit een gigantisch schilderij met heel veel detail. En je wordt zelf ook nieuwsgierig om te weten van waar is die man mee bezig. Ik heb eigenlijk toen ik fotografie studeerde, heb ik dan nog hier aan de Belgische kust gewerkt als strandfotograaf. En daardoor zit er eigenlijk hier ergens in mijn hoofd een soort kader, een soort frame. Dat zit er vast in gegroeid. Dus als ik dit soort kunstwerken dan zie, dan denk ik daar eigenlijk ook aan. Aan een soort kadrage die je zelf kan creëren. En je moet dan op een goede plaats staan om het mooi omkaderd te zien. En dit is natuurlijk heel leuk, kunst op locatie, die ook meestal echt versmolten is, bijna letterlijk en figuurlijk, met de zee. Dus in die zin is het een dubbele beleving.